Goeiedag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze nieuwe aflevering maken we nader kennis met de nieuwe ambassadeur van Frankrijk en Suriname, de heer Nicolas de la Coste. We gaan hem allemaal precies vragen hoe zijn tijd was in Suriname, wat hij allemaal al heeft meegemaakt en wat wij nog allemaal kunnen verwachten van u, de Franse ambassade. Ambassador de la Coste, welcome in our program In Gesprek Met, and thank you for inviting us on the embassy. Before we go further with our conversation, we like to take our audience into who our guest really is. So our first question is, who is Ambassador Nicolas de la Coste? Well, first of all, thank you for inviting. I am a French diplomat. I've been serving in the French diplomacy for around 30 years. I am not first time in South America because I lived in Chile when I was a small kid, but I'm serving in your country for the first time. Yes. Like you said, you're here for the first time. You've been the new ambassador from the French for the last few months. How were the last few months in Suriname exactly since your residency? Well, I must say that they have been very busy. We had important visits coming from France. We organized some French days in Suriname, and we have been busy with Franco-Surinamese cooperation on an everyday basis. So I must say that these 3 months have been very, very busy. Okay. Even though you have it about the French day, I will jump to that particular question. The last month, the French day were reintroduced in Suriname. Did you already receive an evaluation about how the days went, how the days were also perceived under the Surinamese people? Yes, we received a very positive evaluation of these days because they were addressing very different audiences, from kids from one school to students to diplomats, to plain people in the street. So we had very different activities and a very good feedback from all of them. If you make a comparison with the French days that were organized in Suriname with maybe what you're used to, what was your perception? Well, I was amazed by the very warm welcome we had here. Maybe because there have been no national days or no French days for so many times because of COVID. So what I saw was that people were very happy to take part in these different events, biking, conferences, film, music, dancing. We really had 4 days very dense and a very warm welcome, maybe just because it was for such a long time that we had no such events. Yes. As you said, at first, you had a very busy 3 months since you've been here. Do you have any idea what the planning is in the role of the French ambassador with collaboration with the Surinamese government? Well, first of all, I would say that we are neighbors. We are neighbors. French Guyana is just across the river, and we have plenty of things to do together for the benefits of the population of Suriname and of French Guyana. And this cooperation is taking place on an everyday basis. But there is a more wide cooperation between France as such and Suriname on various issues, for instance, ecology, environment. These are very important issues for Suriname and for France. We have economic cooperation, as you know, Total Energy is working in Suriname, and we have plenty of issues to address together. Some positive, some less positive. We have common challenges. We have drug trafficking. We have human trafficking. We have all kind of events which are taking part on both sides of the border, and we have to tackle them together. And there is a very clear attitude of cooperation from both sides. We really want to achieve results together. Okay, that's very good to hear. And how did you find the cooperation / collaboration with the Surinamese government since your residency for the last 3 months?
Well, I must say that I was very pleased because an agreement on police cooperation that we had signed in 2006 was for some reasons blocked, and it was unblocked on the 1st of October of this year. This is a very important agreement because it will allow police from both sides to better cooperate. So you see, we are in a good atmosphere, and there is a real wish from both sides, from the Surinamese government and from the French government, to go ahead. You're talking about a cooperation with the French police and the Surinamese police. Can you collaborate more on that, what our community can expect from this collaboration or cooperation? Well, you know, for instance, we have a common border, and this common border has to be regulated in somehow so that you and I and we are sure that we know what's going on this border. So this is an issue which directly affects people from the Suriname side and on the French side. It is the border issue. This has all, as well to do with the visa, for instance, and we know how visa is an important subject for the Surinamese people. Police cooperation, justice cooperation, but as well a military cooperation, because we have a very intense strategic dialogue between Suriname and France to higher up the security, the sovereignty of our two countries. And this directly affects as well the life of your citizens. Speaking of visa, because you said it's a very important thing for the Surinamese community, is it difficult to obtain a French visa to go visit French Guyana? I think it's not very difficult because we deliver every day tens of these visas. It doesn't seem to be so hard. We do everything, all my team here does everything to make it as easier as possible. As you know, now it takes only 2 or 3 days to have this visa issued. If someone was, if someone is rejected for a visa, are there is there a particular reason? Maybe the person doesn't, for example, the person maybe doesn't have a job, and that you guys can really do a background check to see what their intentions are in French Guiana. Is that maybe one of the reasons? I don't have no idea. I've never applied for one, so I'm just fishing a bit. Well, you have different kind of reasons why somebody's application is not accepted. These are French reasons, but this can be as well Schengen, more general visa. Every refusal is specified, and the reason of this refusal is specified to the concerned person. So there might be some issues linked with work, illegal work, and so forth, but everybody gets the reason why his visa application has been rejected. There are very little percentage of visa application which are rejected, and he always can apply for a second observation. Okay, I guess that would be some good news for Surinamese people. In your introduction, you said you've been a French diplomat for a few years. But I would like to know what your experience in Suriname is since becoming the ambassador for the French in Suriname. Well, I must say that I'm very pleased here because here it's more classical diplomacy. I was posted before in Russia and in Belarus, and the situation, the political situation, was very tense. Here we have the usual tools of diplomacy, and there is this goodwill to go ahead, and we have proposals. The Surinamese side has proposals as well. We make sure that these proposals get together, and in various fields, be it health, be it education, be it environment, be it defense, police, I can quote a number of domains where we really work together hand by hand. And this is back to normal, but for me, something that I had forgotten because of my previous appointments, which were in very, very difficult places. In the country in which I served before, Belarus, I was expelled from the country. Oh. So you see, we are talking here in completely different ways. Okay. But
I would like to tease you a bit. Last weekend was the World Cup final. That's why I said I would like to tease you a bit. It's not the first time French was in the finale. How did the French community watch the soccer game? Well, you see, I invited all the French community, but as well my colleague from Argentina, and we all together watched the game at the French residence here in Paramaribo. We had an excellent time. As you know, there was a lot of suspense. I congratulated my Argentinian colleague, and we are very happy for them because we know how important football is in Argentina. Of course, we are very sorry because we were not very far from earning it again for the second time. But we had an excellent time, and everything was perfectly organized in Qatar. Exactly. But I guess the star player from the French was Kylian Mbappe. What's your perception of him? I think he did an excellent job, but I'm not a specialist of soccer. Okay, thank you. Do you have an idea what the plans are for the end of the year? Because we're nearing the end of the year. I guess next week is almost end of the year. I don't know. I guess it's going to be your first time experiencing how Suriname people celebrate end of the year and New Year's. Do you have any idea what the French embassy might do? I guess the Surinamese employees here have give you a little bit of taste from what to expect. Yes, I will be here with my wife. We are staying in Suriname for the all the festivities of the end of the year. The embassy will be closed. And everybody will be gone, either to his house or to France. Many of my colleagues are already gone. And I will have the pleasure to have my four children coming from Europe to be with us and to celebrate the days of hope together here in Paramaribo. I hope you have a very great time, because I will give you a call again after Christmas to see how you really perceive those days, and also when it's New Year's and you're gonna have a taste. If we see of your 3.5 months already, the new ambassador of Suriname, we're almost at the end of the year. Do you have any idea what I'm gonna see in the stars for the coming year of 2023? In terms of maybe collaboration of what the French embassy or maybe the French would really want to do in Suriname? I am quite sure that we will organize again French days in Paramaribo, but we'll have as well a political agenda of meetings. We'll have important events taking place. That's diplomatic life. Here in Suriname, we're also a big fan of people giving, let's say, a Christmas advice or maybe a Christmas hope message to our community. Do you, Ambassador, have one? Well, I think this depends very much on if somebody is a believer, not believer. Some people attention to the religious side of Christmas, for instance. I think the only advice I would give is rejoice this time of hope, be with your families if you can, and let's hope for a better 2023 next year. And do you have another message for the Surinamese community? Yes, I have a message that I would read to you, if it's possible. Yes, go ahead. Beste kijkers, bedankt voor uw aandacht. Ik wens u alvast fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2023. Mijn vrouw en ik zijn blij om in Suriname te zijn. We zijn hier al 3 maanden, maar we hebben helaas veel Suriname nog niet kunnen bezoeken. Ik hoop u allen in 2023
23 te ontmoeten tot heel gauw. Helemaal. Thank you for that beautiful message. Ambassador, thank you again for inviting ATV with In Gesprek Met to the embassy for this very delightful conversation that we had. Thank you, you, and thank you for your television, and best wishes to all your viewers, and see you next year. The same to you. Thank you very much. Ja, kijkers, u heeft de Franse ambassadeur gehoord. Hij wenst de gehele Surinaamse samenleving een voorspoedig 2023 en kijkt uit naar de samenleving. Wij zijn zo weer terug met het tweede deel van In Gesprek Met. Tot zo. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel zijn we in gesprek met de Franse ambassadeur, de heer Nicolas de la Costa. In dit tweede deel zijn we op bezoek geweest bij Staatsoliemaatschappij bij de viering van hun 42-jarig bestaan. Wij hebben daarbij gesproken met de financieel directeur mevrouw Agnes Munsi Sokobi Kromo. En wij hebben merendeels gesproken over een terugblik over het heel 42-jarig bestaan. Wat de samenleving kan verwachten nog voor het resterende deel van het jaar en ook voor het jaar 2023. Kijkt u mee. Staatsolie bestaat vandaag 42 jaar. Als u kijkt, 13 december 1980, 13 december 2022. Als u neemt waar voor meneer Anand, als u dan een beetje terugblikt, hoe kijkt het bedrijf terug op deze 42-jarig bestaan? Ja, als we terugkijken naar de 42 jaren en met name naar de ontwikkeling van onze groei, en de toegevoegde waarde van het bedrijf voor Suriname, dan kan ik met gepaste trots aangeven dat wij als Surinamers en meer nog als staatsoliërs goed hebben bewezen in deze 42 jaar wat we met ons motto vertrouwen in eigen kunnen hebben kunnen realiseren. Als u me toestaat, dan wil ik ook de mijlpalen van de afgelopen 42 jaren de revue laten baseren. Om te starten met de productie, eerste productie in 1980, de oprichting van het bedrijf. En meteen ook in de jaren 80 de eerste export naar Trinidad. En dat was natuurlijk een hoera-stemming, want daarmee konden we aantonen dat we ook de visa konden genereren met de productie van onze crude. We hebben daarna in de jaren 90 een hele grote investering gedaan. Dat is het aanleggen van de pijplijn. Dat is een 55 kilometer pijplijn om onze crude dat werd geproduceerd op Saramaka te transporteren naar Tutlifo, van waaruit de verkoop van de producten plaatsvindt. We zijn ook in de ontwikkelingsfilosofie van Staatsolie, hebben we steeds studies gedaan om na te gaan op welke manier we veel meer waarde kunnen halen uit de crude-productie. En als uitkomst daarvan is gerold het opzetten van de raffinaderij. Dat is in de jaren 90 geweest, waarbij we dus de eerste fase van de raffinaderij hebben gehad. En daardoor dus producten konden produceren die we dus tegen een hogere prijs konden verkopen. Dus daarmee krijg je dus dat je dus meer waarde toevoegt aan de crude die je dus produceert op Saramaka. Een hele belangrijke ontwikkeling, ook in de jaren 2000, is geweest dat we onze productiearealen, om nog meer te kunnen produceren, verder hebben uitgebreid van niet alleen de landoperaties, maar ook de swampoperaties. Dat was een hele belangrijke omslag, omdat ook daarmee je op een andere manier moet opereren. Een manier waarbij je zo min mogelijk het milieu aantast. En dat is heel goed gelukt. Op dit moment hebben we nog steeds een productie wat we doen uit zowel de landoperaties en ook de swampoperaties. We zijn verder ook doorgegaan met studeren om nog meer waarde te halen
uit de kroet. En in de jaren 2000 is daaruit voortgevloeid twee grote investeringen. De eerste investering is het omzetten van onze kroetolie in elektriciteit. En toen is de Staatsolie Power Company Suriname opgericht. Hebben we dus ook de raffinaderij verder uitgebreid. En die uitbreiding heeft ervoor gezorgd dat we dus ook hoogwaardige diesel en gasoline konden produceren. En naast deze, ik noem het organische groei, hebben we ook acquisities gehad. Dat is ook kenmerkend geweest voor de groei van Staatsolie. We hebben de retail stations van toen Texaco overgenomen. En de diesel en gasoline werd dan aan de man gebracht via onze eigen go-to retail stations. Dus als je kijkt naar de ontwikkeling van onze groei in de olietak, dan zie je dat we dus steeds weer hebben geprobeerd steeds meer waarde toe te voegen aan onze kroet. En daarmee hebben we ervoor gezorgd dat we dus veel meer waarde konden realiseren voor het bedrijf, maar ook voor Suriname. De staat Suriname is de enige aandeelhouder. Dus wat we verdienen vloeit voor een groot deel ook weer terug naar de staat. Ik moet ook erbij vermelden dat behalve de groei in zeg maar de olie, dus het diversifiëren van onze producten in de olie, hebben we ook buiten de olie een groeistrategie gevolgd. En zijn we ook verder gaan diversifiëren. En dat hebben we heel bewust gedaan. En een van de manieren om dat te doen is de investeringen die we hebben gedaan in goud. En die investeringen hebben ons ook heel goed geholpen in de jaren dat we een hele diepe daling hadden in de olieprijs. En in de tijd dat ik in de directie zit, heb ik dat twee keren meegemaakt. Hele diepe dalen in de olie in zowel 2015 en in 2020. En de investering in goud heeft ook bewezen dat we die moeilijke periode hebben kunnen overbruggen. Dus we hebben niet alleen gediversifieerd in de olie, maar ook buiten de olie. We zijn ook verder gegaan met het verder diversifiëren door de overname van de Afobakadam in 2020, waar we ook heel blij mee zijn. We hebben daarmee in elk geval ook ons productportfolio kunnen vergroenen, want met het produceren van hydro-energie produceer je eigenlijk schone energie en dat kan je natuurlijk toevoegen aan je productportfolio. Dus eigenlijk hebben we in de afgelopen, laat me zeggen, 40 jaar een hele solide basis gelegd voor de bedrijfsvoering. En de olieontdekkingen in de offshore van de recente in 2020 hebben natuurlijk nog meer bijgedragen aan de bijlpalen. Want daarmee kunnen we, nu we de basis hebben gelegd, de transformatie maken naar een versnelde groei. En wij gaan ook blijven onze uiterste beste doen en hard blijven werken om ervoor te zorgen dat ook de ontwikkeling in de offshore tot stand kan komen en tot een succes kan worden. Dus dat is in het kort hoe wij de 42 jaren staatsolie zien. We hebben pakweg nog 3 weken in het jaar 2022. Is de directie en ook het bedrijf tevreden over het jaar 2022? Vooral ook voor het feit dat jullie ook 42 jaar zijn geworden. Ja, ik moet zeggen, in het jaar 2022 gaan we dus heel bijzonder mooi afsluiten. We hebben onze productietargets zijn op schema. En we verwachten dat als het zo doorgaat, dat we de doelstellingen gaan overtreffen voor een deel. En samen met de iets hogere olieprijzen zal dat weer een recordjaar worden in 2022. We verwachten, als het gaat om de financiële performance, verwachten we dat we het jaar kunnen afsluiten met een bruto winst van $486 miljoen. En vorig jaar was dat rond de $213 miljoen. Betekent ook dat de afdrachten aan de overheid navenant toenemen. In het jaar 2022, dat zal op het niveau liggen van $322 miljoen, waar het vorig jaar $186 miljoen was. Maar over tevredenheid gesproken, denk ik
dat we breder moeten kijken dan alleen de financiële resultaten. Ik gaf het al aan, onze productietargets zijn op schema. Betekent dat we een excellente operationele performance hebben. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Maar daarnaast, als je terugkijkt, en wat we ook verder hebben voortgezet in het jaar 2022, is de verdere professionalisering van het bedrijf. Op verschillende fronten. We doen ook niet onder voor de internationale maatschappijen met wie we aan tafel moeten gaan voor het onderhandelen over contracten. Want we hebben ook erop toegezien dat we die internationale standaarden die gangbaar zijn in de industrie hebben toegepast. Hetzij op het gebied van veiligheid, kwaliteit, maar ook op het gebied van milieuzorg met name. En ook op het stuk van jaarverslaggeving, toch, voor het publiek. Dat ze weten hoe we gepresteerd hebben. En sedert 2017 worden we ook gecontroleerd door een van de vier grote internationale accountantskantoren. Dus kortom, we zijn heel erg tevreden, zeker over het resultaat van 2022. Denk ook goed om aan te geven dat we uitermate en heel erg tevreden zijn over ons personeelsbestand. We hebben een groot, laat me zo zeggen, batterij aan kader binnen staatsolie waaruit we putten. Ze zijn trouwens onze belangrijkste asset. We stoppen heel veel aandacht, energie, maar ook investering in de continue groei van onze mensen. En als vrouwelijk directielid denk ik dat ik ook mag zeggen dat ik trots ben en tevreden ben over het feit dat 25% van ons arbeidsbestand bestaat uit vrouwen. En meer dan 35% van de leidinggevende functies ook wordt ingevuld door vrouwen. Wat heel erg uniek is in de olieindustrie. En daar zijn we heel erg trots op. Dus bijzonder tevreden. En misschien ook nog een primeur om mee te geven. Is dat we voor dit jaar 2022 niet alleen een jaarverslag gaan uitbrengen. Maar ook ons eerste duurzaamheidsverslag. Omdat tegenwoordig in de wereld het niet alleen maar is produceren, maar ook op een duurzame manier produceren. Het zal de eerste keer zijn dat we zo'n duurzaamheidsverslag gaan uitbrengen. En we werken er naartoe dat we het nog voor eind van dit jaar kunnen publiceren. En dat is een verslag waarin we rapporteren aan al onze stakeholders en ook aan het publiek op welke manier we opereren. En langs welke duurzaamheidsgrondslagen of beginselen we dat doen. Waar we staan, want we zijn natuurlijk er nog niet helemaal. Waar we staan en welke, plannen we hebben om onze doelen steeds hoger op te stellen. Helemaal tevreden zou ik zeggen. Maar op zich, ik doelde niet echt per se op het financieel besluiten, want u gaf het zelf aan. Staatsolie heeft niet alleen staatsolie, jullie hebben ook SPCS en ook GoTo. Dus ik doelde ook gewoon over het algemeen met alle vertakkingen als het bedrijf of de organisatie tevreden is over het jaar 2020, all in. Ja helemaal. Ik gaf het al aan, onze, laat me zeggen, formule waarlangs we opereren is heel erg solide. Als je kijkt naar de verschillende bedrijfsonderdelen die we hebben, waaronder ook SPCS, GoTo, genereren allemaal cash. Dat is heel belangrijk als basis voor verdere groei. Ik denk dat het ook belangrijk is te vermelden dat staatsolie, als je kijkt naar de assets van staatsolie, onze bezittingen, is dat van hele hoge kwaliteit. Met name ook als je kijkt naar de oliefondsen die we hebben gedaan offshore. Daar is er ook nog een hele grote upside potentieel. Dat doen we niet alleen, maar met oliemaatschappijen van wereldklasse. Ik denk dat het ook goed is om te vermelden als onderdeel van de succesformule. Dat we ook hebben kunnen rekenen steeds op de ondersteuning van alle stakeholders. En met name in dit geval de aandeelhouder en de regering en de beleidsmakers. En ik denk bovenal, ik heb het gehad over onze mensen, de competentie en competent en ik zou zeggen integer leiderschap. Daar zijn we dus heel erg blij om, ja. Dat is altijd heel goed om te weten. Maar denkt u dat er zaken zijn die in 2020 beter konden, volgens u? Ja, laat me zo zeggen,
als ik terugkijk, dan kan ik op dit moment niet echt op iets komen wat we beter hadden kunnen doen. Wat ik er wel van kan zeggen, is een van onze kernwaarden, dat is continue verbetering. Waar we dus eigenlijk dwars door alle, laat me zo zeggen, onderdelen van de organisatie. Het zij het zachte deel, dat wil zeggen ons gedrag en ons leiding geven, tot aan het harde deel van de productie en het onderhoud van machines en installaties, dat we dwars door al deze processen altijd streven naar continue verbetering. En dat we ook steeds leren uit de ervaringen die we hebben. En dat we dus steeds ook de continue verbetering inzetten. En daarvoor natuurlijk chapeau aan onze medewerkers, want die zorgen ervoor dat we dus steeds die continue verbetering kunnen inzetten. Wat we ook merken is dat Staatsolie probeert een nieuwe facelift te geven aan de go-to-stations. Dat komt net in me op. Probeert Staatsolie het een beetje aantrekkelijker te maken, want je hebt nog steeds heel veel mensen die liever bij go-to denken dan bij Sol. Je hoort van ja, eigen olie is beter dan geïmporteerde olie. Wat is eigenlijk de achterliggende gedachte om een facelift te geven aan de pompstations? Nee, het is onderdeel gewoon van onze algehele branding. Kijk, Staatsolie is op vele fronten gecertificeerd. En een van de certificaten die we hebben is het kwaliteitscertificaat. En ook go-to valt daaronder. En als je kijkt naar wat is kwaliteit, dan hebben we dat gedefinieerd. En zoals we dat voor go-to hebben gedefinieerd, hebben we dus een bepaalde standaard gedefinieerd. En dat is waar we aan werken en dat programma voeren we uit. Dus het past allemaal binnen de kwaliteitsstandaarden van Staatsolie, waar go-to ook onder valt. En tot slot, heeft u een verjaardagsboodschap of advies naar de samenleving? Want vooral ook net als, u heeft het zo mooi uitgelegd, als een van de vrouwelijke directieleden, ik denk dat heel wat jonge meisjes ook zullen opkijken. Oh, oké, als mevrouw Agnes het kan, dan kan ik het ook. Wat is uw advies naar vooral de samenleving, maar meer ook in verband met jullie jaardag, van wat jullie allemaal hebben bereikt? Ja, om die vraag te beantwoorden wil ik refereren naar onze vision statement, die we ook recent hebben aangepast. En die vision statement luidt als volgt: Energizing a bright future for Suriname. En daar heeft elke Surinamer deel in. En ik nodig ook elke Surinamer uit om daar deelgenoot van te zijn. Ik gaf het al aan, we hebben de basis gelegd. En we willen dus daarmee in elk geval ook de versnelde groei maken. En daar zijn we van overtuigd. Laat me ook meegeven dat deze statement eigenlijk een hele samenvatting is. Energizing a bright future for Suriname. We zijn er echt van overtuigd dat we dus nu de bouwstenen hebben. Ik noemde de 5 of 6 bouwstenen. Dat al onze assets cash genereren. Dat al onze assets kwalitatief hoogstaand zijn en ook nog groeipotentie hebben. Dat we partijen van wereldklasse hebben waarmee we werken. Dat we ook nog een financieringsstrategie hebben die we goed deels al hebben uitgevoerd. En het wachten is op de investeringsbeslissing in de offshore, om daarmee te kunnen waarborgen dat we ook kunnen participeren in de offshore ontwikkeling. En ik noemde ook heel belangrijk de continue ondersteuning die we hebben gehad van de aandeelhouder. En tot slot competent en integer leiderschap. Dat is eigenlijk de basisingrediënt. En als je al deze 6, zeg maar, bouwstenen hebt, en we zorgen er allemaal voor, en dit is een boodschap voor alle Staatsoliërs en toekomstige Staatsoliërs, dat is echt een boodschap uit mijn hart. Laten we ervoor zorgen dat al deze 6 ingrediënten en bouwstenen behouden blijven voor het bedrijf. Want daarmee kunnen we ervoor zorgen dat dit bedrijf voor vele generaties na ons ook behouden kan worden. En mijn innige wens is dat er nog meer andere staatsoliebedrijven komen in Suriname. En ik zou willen afsluiten met dank te zeggen aan onze belangrijkste assets, om mee te beginnen, onze medewerkers. En daarbij meteen in één adem ook de Staatsoliewerknemersorganisatie. Maar ook al onze partners, leveranciers, afnemers, financiers en alle andere zakenpartners. En bovenal onze aandeelhouder.
We hebben daar steeds de volle ondersteuning voor gehad om ons beleid uit te voeren en onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. En tot slot ook het volk van Suriname. En we willen dat elke Surinamer ook deelgenoot is van ons succes. Dus kijkt u uit naar de volgende obligatielening, die ook nog weer zal komen. Dat is nog toekomstmuziek, maar dat is ook een manier om deel te kunnen nemen in het succes van staatsolie. Mevrouw Monsi, heel hartelijk dank voor dit moment en gefeliciteerd met 42 jaar staatsolie. Ja, en ik zou zeggen, Grand Tangi, voor ons 42-jarig bestaan. Heel erg dankbaar dat we er mogen zijn. En fristeri. En kijkers, met de dankzegging van de directeur mevrouw Monsi zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Zoals ik aangaf in het eerste deel zag je mij in gesprek met de Franse ambassadeur de heer Nicolas de la Coste. En in dit tweede deel hadden we het over staatsolie. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, de herhaling is morgenavond om 8 uur. Wij zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!